Een hele goede morgen. Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. We liggen lekker op de bank op de 1e januari. Ik hoop dat iedereen een heel leuk oud opnieuw heeft gehad. Jordi zijn bril zit scheef. Die zitten samen een filmpje te kijken. Ze hebben net een broodje gehad. En ze gaan zo een flesje krijgen en lekker naar bed. Ondertussen zit ik te genieten van getrappelen in mijn buik. Want dat kind is heel goed aan het trappelen. En heb ik de vlog geëdit die vandaag online komt. Dus ja, dat wordt onze 1 januari. Het zal vrij saai zijn vandaag, want we gaan niet veel doen, hè Niels? Nee. Dus dat wordt onze dag lekker luieren. Mag ook wel een keer, toch? We zijn wafels aan het eten. Liam die ligt al lekker op bed. En ondertussen zijn we Jordi ook wat aan het voeren. Is best nog lekker hoor. Ik kan niet te veel eten met slagroom, want daar word ik ziek van. Maar zo een paar kan dan. En Jordi vindt het ook hartstikke lekker. Toch Niels? Niels is weer dart aan het kijken. Zoals altijd. Sport. Een hele goede morgen. Gisteren heb ik eigenlijk niet meer gevlogd, omdat ik de hele tijd eigenlijk op de bank heb gehangen. En Niels ook. En we zijn wel met de kindjes bezig geweest. Dat soort dingen doen we allemaal gewoon wel. Maar ja, op de momenten dat dat niet hoefde, zijn we op de bank geploft. En nu ligt zoon lief op de bank. Er is verder niks aan de hand. Die is gewoon lekker aan het luieren. Ik let zijn fles op. Hij vindt het gewoon lekker om op de bank te hangen nou. Dan mag hij. Liamek is lekker aan het spelen. En deze vent is gewoon lekker aan het rommelen op de bank. Hey, jongen. Het is lekker koel op de bank, hè? Is het lekker, hè, op de bank? Ja. Is het lekker op de bank? Ja. Is het lekker op de bank? Ja. Ja, oké. Goedemorgen. Gisteren hebben we eigenlijk niet veel gedaan. Bank gehangen. Met de kindjes geweest. En het is vandaag zondag. En ik had zin in een keer een ander ontbijt als broodjes. Dus ik zeg tegen Niels, mag ik bepalen wat we eten? Ja, dat mag. Dus ik heb dit gemaakt. Ik heb ontbijtwraps gemaakt. Dit is met ei en ham. Dit is met chocopasta. Ik heb hier met ham en kruidenkaas, gerookte kipfilet en kruidenkaas en kipsaté salade, die had ik nog in de koelkast. Dus Niels en ik gaan nu lekker smullen. Kindjes die zitten even een filmpje te kijken, die hebben net fruitje gehad, krijgen straks weer brood. Dus wij gaan even lekker smullen. Als je kinderen er een bende van maken, heb je altijd een hond nodig om het op te ruimen. Heeft ze ook iets te doen. Ben je aan het doen, Liam? Liam? Wat doet hij? Knuffeltje toch lief? Knuffeltje is lief toch? Doet!
Doet ie. Wat is er, Liam? Doet ie, Liam. Een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag en gisteren heb ik niet gevlogd. Gisteren hebben we eigenlijk gewoon weg genoten van de kinderen. En Niels was nog thuis op maandag. Ja, papa was nog thuis, hè, gisteren. En hebben we eigenlijk gewoon lekker met de kindjes genoten en alles. Zondag heb ik de boel hier nog gezet. Ik heb nu de box hier staan. Jordi slaapt nog, maar die ga ik zo dadelijk wel wakker maken. Want ja, het is de bedoeling dat dadelijk de fysio weer komt. Dus ja, daar moet hij natuurlijk wel voor opstaan. En Liam is ondertussen met zijn flesje aan het spelen die hij op heeft. En die gaat ze dadelijk ook nog in de box spelen. Hé, jongen? Ja, hè? Had je al lekker gedronken, hè? Ja, dat is mama's hand. Die deed dit. Oeh. Oeh, lekker knuffelen. Oeh. Nee, gisteren hebben we eigenlijk gewoon weg... gewoon eigenlijk genoten van ons gezinnetje. En we hebben heel veel dingen geregeld en... Ja, dat soort dingen. Soms heb je wel eens van die dagen dat je heel veel moet regelen. Dus dat hebben we ook gedaan. Ook in verband met school van Jordi. En logopedie hadden we. En daar hebben we dingetjes mee besproken. En we zijn bezig voor een CIS-verklaring. En nou, daar zijn we dus allemaal mee bezig geweest. Ja, hè? Ja, en dan hadden we nog heel veel tijd om jullie te knuffelen, hè? Ja, dan hadden we allemaal tijd om jullie te knuffelen en te spelen met jullie. En gisteravond was ik op een gegeven moment zo moe dat ik niet meer mijn ogen open kon houden. Dus ja, toen was mama weer even nokkie. Ja... Da 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 da. Ja. Wat heb je veel te vertellen? Dat ben ik niet gewend. Hij vertelt echt veel 's morgens. Nou, vertel. Wat heb je nog meer te vertellen dan? Hm? Heb je nog meer te vertellen? Da 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 da. Oh, verder niks meer? Dat was het dus. Nou, oké. Okay. Nou, fysiotherapie hebben we gehad. Hij heeft het goed gedaan. En nou hebben ze net fruitje en alles gehad. Ja.
En Liam die zit daar lekker met zijn dekentje te kroelen en te knuffelen. En Jordi zit dit te doen. Hè? Nog er iets dichterbij, hè? Zo. Wat is er? Ben je moe? Oh. Dus dat is nu de situatie. Niels is gewoon werken. Die vakantie van hem is voorbij. En ik ben gewoon lekker relaxed aan het doen. Een hele goede morgen. Jordi die ligt lekker onder zijn dekentje. Lekker zijn flesje te drinken. Liam die is zijn fles al op. En die is de boel aan het afbreken. En hij ligt hier heerlijk eventjes te chillen. Ze hebben allebei al een poepbroek gehad. Dus we hebben cadeautjes gehad. Oftewel, ik zeg heel vaak, ik word uitbetaald in natura. Luiers, poepluiers, plasluiers. Dus, maar deze grote vent is nog lekker even aan het drinken. Ja, is lekker hè, drinken. En dan gaat hij zo de box in, ga ik mijn eigen aankleden. Want hij moet straks naar de tandarts. Hij heeft allemaal tandsteen aan de onderkant van zijn tanden. En daar wordt weggehaald, want het is nodig. En ja, we gaan wel kijken wat er onderuit komt, hè. Het is eigenlijk voornamelijk zo dat hij dat heeft. Omdat hij alles met zijn mond doet en heel veel speeksel heeft. En dan kunnen we poetsen wat we willen. We kunnen andere tandpasta gaan gebruiken, maar we kunnen er gewoon niet tegenop poetsen. Dus dat zal gewoon verwijderd moeten worden. En dan gaan we het laten doen. Alsjeblieft, Sinterklaas. Gijs, jij mag vanavond je schoes. Liam die zit nu heel eventjes in juf Roos te kijken die Jordi normaal nooit wil zien. En die is hier nu gewoon lekker op zijn gemakje aan het kijken. En Niels is net thuis gekomen. En Jordi die heeft tandsteen. En daar gaan ze dus nu weghalen. Dus Niels is daar met Jordi nu heen. En die zal dadelijk wel een keer weer thuis komen. Ik ben benieuwd hoe het gaat. Want hij bijt behoorlijk hard. Dus ik ben benieuwd. En dan zo dadelijk als Niels thuis komt even boterhammetjes voor hem maken. Zodat hij lekker kan eten. En daarna weer kan gaan werken. Dat is dus mijn ochtend. Zorgen dat Liam daar een boterhammetje heeft. En Jordi die zal wel geen brood willen, hem kennende. Dus die krijgt daar lekker een papfles. Zodat hij lekker een beetje kan relaxen. Dus voor Jordi nogal prettig af en toe. En ja, dus dat gaan we doen. En dan hoop ik dat Jordi lekker wel straks kan slapen, want ja, in verband met wat ze in zijn mond gaan doen, is niet bepaald prettig natuurlijk voor hem, want hij snapt het niet. Dus ben benieuwd. Jordi zit even een filmpje te kijken. We hebben net toch nog brood geprobeerd. Ja, hij heeft net een eitje op. En papa heeft ook een eitje op, dat heeft mama lekker voor papa gebakken. Jordi is net even bij de tandarts geweest. Hij heeft tandstenen achter zijn voortanden. Maar zijn tandvlees is nog rustig, dus het kan nog even een maandje wachten. Of ja, een maandje, een paar weken. Ja, volgende maand moeten we naar de tandarts. Ja, en dan gaan ze het weghalen. Ja, maar het ging er ook voornamelijk omdat het niet ernstig in de zin van... Voor zijn tandvlees en zo. Ja. Maar het zag er gewoon rustig uit. Liam heeft net een flesje op. Ja. En nou gaat Liam naar bed.
En Joef, die moest van de bank af. Die mag niet op de bank. En die is er alweer af. Ja. Maar toch blijft ze iedere keer proberen. Standvastig. Mm-hmm. Vrouwelijke kant. Nou, heb je zelf ooit meegemaakt? Volgens mij heb je ook een vrouwelijke kant dan. Iedereen heeft vrouwelijke en mannelijke kanten. Mm. Nou, wij gaan laat ik jullie hier maar even op bed liggen en dan Jordi. En dan ga ik weer werken. Dan heeft mama even rust. Hoop ik voor mama. Als het gaat zoals gisteren niet, dan slaapt de ene eindelijk en dan is de andere alweer wakker. Maar we zullen het zien. Ah joh, daar heb je als je mama bent. Jordi is boos. Dit is geen buikpijn, mensen. Dit is echt dat hij boos is. Jordi mag van mij altijd 's middags een filmpje kijken. En dat mag hij altijd. En dat is ook geen enkel probleem. Alleen, hij wou heel graag op de bank een filmpje kijken. Oké, prima. Mag je op de bank een filmpje kijken. Maar dat betekent wel dat je niet over de reling heen mag hangen. Dat soort dingen allemaal, dus op de randen hangen enzovoorts, want dan kan hij gewoon vallen. Dus ik had al, nou ik denk dat ik het al 30 keer al heb gezegd, Jordi, nee dat mag niet. En hij weet wat dat betekent, dat hij dat dus ook gewoon niet mag. En mij gewoon lachend aankijken en het gewoon toch doen. Dus mama heeft het filmpje afgezet en Jordi in de box gezet. Want als jij je eigen niet kan gedragen, dus niet luistert naar mama, dan krijg je dit. En hij is nou heel boos en hij is met spulletjes aan het gooien. En als Liam in de buurt komt, dan is het ook niet goed. Maar Liam is gewoon lekker aan het spelen. Die is gewoon lekker zijn eigen ding aan het doen. En daar ben ik blij mee dat hij niet reageert op Jordi wat dat betreft. Dus Jordi is nu boos. En dat mag. Hij mag boos zijn. Ik heb het al 3 keer opnieuw geprobeerd. Van Jordi, daar mag jij niet aankomen. En dat weet jij. Dan zet ik het filmpje weer aan. En dan blijft hij netjes zitten, een paar minuutjes. En dan begint het weer. En dan zeg ik, mama zei dat dat niet mocht. En dan zeg ik het weer een paar keer. En toch weer doen en lachen naar mij. Van, ik doe het toch. Nou, dan krijg je dit dus. En ik heb heel veel geduld wat dat betreft. En ik ben ook niet boos in de zin van boos. Maar ik heb wel zoiets van, hallo, ik vertel jou, weet ik het hoe vaak dat dat niet mag. En jij weet wat dat betekent, want dat weet hij heel erg goed. Als hij iets niet mag, dan weet hij dat ook. Alleen dit is nieuw voor hem. Dat hij dat niet mag. Tenminste, hij heeft het nooit gemogen van ons hoor. Maar het is nog niet zo lang dat hij zeg maar zelfstandig op de bank mag. Wel dat we erbij blijven natuurlijk. Maar dat hij zelfstandig op de bank mag. En dat hij erop gaat hangen. Normaal is het zo dat als ik zeg, Jordi, ga eens op je kont zitten. Dat hij dat gelijk gaat doen. Deed hij nou absoluut niet. Dus ja, dan krijg je straf. Goedemorgen. Wat ga je nou ook weer vertellen? Ik weet het niet meer. Vanochtend hebben we fysio gehad. Deed Jordi niet zo goed zijn best mee. Hij is gisteren nog heel erg chagrijnig gebleven. Uiteindelijk is hij naar bed toegegaan. En hij is gewoon gaan slapen. Gelukkig. En vanochtend ben ik dus met de kindjes bezig geweest. Heel druk. Gewoon helemaal vergeten te vloggen. Ik heb zo dadelijk een afspraak met de ergotherapeut voor Jordi. En ja, gewoon heel druk eigenlijk. Maar ja, die dagen heb je er gewoon bij zitten natuurlijk. En ik ben ondertussen aan het nadenken wat ik wil zeggen. Ze liggen nu ook allebei op bed. Ik ga heel eventjes eten. En Dat is het eigenlijk. Ik hoop dat Jordi in slaap valt, want die was net nog wakker. Maar dat zal wel.
Ik ga toch eerst even eten, want ik heb nog niks gegeten. Geen tijd voor gehad. Zo druk had ik het. De kindjes zijn inmiddels wakker. Liam is wakker geworden ondertussen dat ik het gesprek had met de ergotherapeuten. Dat is natuurlijk niet erg, want dan kan ze ook een beetje zien waar Jordi dagelijks mee te maken heeft. En ze zei ook al van, het is een pittig ventje als hij zeg maar tegen Jordi iets aan het doen is of zo. Dus ze zei al van, is goed op weg. En hopelijk heeft Jordi er ook iets aan dat Liam dingetjes doet en dat hij het nadoet. Maar ze zijn nu lekker wakker en ze krijgen zo drinken. En ik heb ondertussen mijn boodschappen alweer binnen gehad. Ik had bij Picnic weer eens besteld. Omdat, allemaal zo druk. Ik heb gewoon geen tijd om naar de winkel te gaan. En ik doe het gewoon ook liever weer eventjes niet. Gewoon omdat ik lichamelijk gewoon ben kapot. Ik heb een pakketje binnen gehad van de HEMA. En die ga ik nu eventjes uitpakken. Ik had een aantal dingetjes besteld. Maar er is maar één ding binnengekomen. Waaronder dus deze aankleedkussen. Want ik heb voor de kleine dadelijk heb ik weer een aankleedkussen nodig. En er is als goed is nog een pakketje onderweg. Die moet ook nog komen. Met wat spulletjes, zoals bijvoorbeeld de eerste mutsjes van de kleine. En ik heb voor Jordi heb ik een kussen besteld. En ik heb iets voor de baby nog besteld. En vanavond komt ook nog iets voor Jordi binnen. En ja, dus dat. Dus ik had 4 dingen besteld en ze sturen 3 dingen en deze apart op. Maar ja, deze had ik toch nodig, dus heb ik deze er maar gelijk even bij besteld. Hebben we die ook gelijk weer binnen. Kan ik die op de stapel voor de spulletjes van de baby leggen. De kindjes liggen inmiddels op bed. En ik heb het kikkertje ook binnen gehad, maar die ligt al bij Jordi in zijn bed. En kan ik nu dus niet laten zien, dus die houden jullie van mij te goed. Wat ik wel heb, is het eerste pakje voor de kleine. En dat was gewoon een pakje. En dat is dit. Ik hou een beetje van neutralere dingetjes. Dit is een broekje. Niels ondertussen het kleed van Juve aan het neerleggen. Het is een broekje. En een shirtje. En deze had ik besteld om als een van de eerste pakjes voor de kleine te doen als ik bevallen ben. Dus, yep. Leuk. Nou nog wachten op een pakketje van de HEMA en dan kijken of de mutsjes die ik heb besteld er goed bij passen. En dan kan ik nog een pakje gaan kijken. Daar liggen we dan. Net lagen we beneden. Ja, tv te kijken. En dan gaan we slapen. En we gaan deze weekvlog ook afsluiten. Mm-hmm. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende. Tot de volgende.